Jill, de Belgen die zijn wel door naar de finale van het Songfestival. Ja, dan kunnen we onze 12 points in ieder geval aan mensen in de buurt geven. Mia en Dion, dat weten we, die zijn er natuurlijk niet bij. Morgenavond, die moeten thuis op de bank kijken. Maar ja, in de halve finale gisteravond klonken de Belgen best goed. Het klonk zo. De 42-jarige Gustav die zong het nummer Because of You. Een jaren 90 gevoel krijg je er eigenlijk een beetje van. Hè? Bij de bookmakers staan de Belgen nu op de 12e plaats. En ja, die maken dus nog kans op een top 10 plek. Dit is een van de nummers waar we in ieder geval voor op de bank kunnen blijven zitten morgenavond. En we vroegen aan Songfestival-kenner G.E. Kooijman wanneer we dan een plaspauze in kunnen lassen. We zien drie Nederlandse tinten in de finale. We zien namelijk de Sloveense Chris met de Nederlandse moeder. We zien Estland geschreven door Nederlander Wouter Hardy. En we zien natuurlijk Nederlandse danser Jesse bij Finland. Wat voor de rest nog opvalt is dat het een ijzersterke finale gaat worden. En mocht je dus een stem over hebben, mijn stemadvies gaat dan uit naar België toe. Maar uiteindelijk zal het toch tussen Finland en Zweden gaan. Maar goed nieuws, de plaspauze zit er ook nog in. Als vierde mag Polen en als 22e mag Litouwen. En dan kun je rustig naar het toilet toe. Oh, wat gemeen. Jij zei dat je wel voor België zou gaan stemmen. Nou ja, het is een buurland, maar ik heb het eerlijk gezegd helemaal niet echt per se gezien. Dus ik zie het nu en dit het komt wel. Dit clipje was wel leuk. Ja, dit is maar normaal wel gesproken is een buurland is natuurlijk enorme concurrentie. Dan stem je daar juist nu. Nou, we zijn toch ook halve Belgen. Altijd op de Belgen, toch? Ja, precies. Mooi. En